Een eenvoudige knipbeurt. Voor veel mensen een wekelijkse of maandelijkse bezigheid. Maar voor mensen met een kleine beurs niet zo vanzelfsprekend. Terwijl het toch belangrijk is. Het werkt heel bevrijdend. En je voelt je gewoon mens. Het is niet alleen het knippen wat we hier doen. Het is ook de mooie gesprekken. Het luisteren naar iemand. Zijn verhalen aanhoren. En gewoon een heel mooie kapsel maken. De kappers die meedoen aan de knipactie krijgen een vergoeding voor hun diensten, maar daar is het Jochem niet om te doen. Omdat ik het zelf wel heel erg belangrijk vind dat mensen ook, dit soort mensen ook weer naar mijn zaak kunnen komen en zich lekker kunnen verwennen. Dus daarvoor hebben wij dit ook gewoon gedaan. En het gaat me gewoon over het mooie iets geven aan mensen en zo. En mijn moeder zegt altijd, je moet mensen helpen en daar hou ik me aan. Om er verzorgder uit te zien na een knipbeurt, dat is het voornaamste. Maar dat is niet het enige dat belangrijk is. Het geeft dan een gevoel van warmte, van iemand is met jou bezig geweest en doet dat met hart, ziel en zaligheid. En dat voel je. Ja. Oh, wauw.